Beste kijkers, vandaag op 27 januari een uitstekende bullendag, dat moet gezegd worden. De opening was super spectaculair, behoorlijk in de min, maar nog wel boven de steunstreep op 7,34, 7,35. En dat hebben de bulls aangewend om als springplank te fungeren. En we zien dan ook een stevige opmars, niet op het hoogste punt gesloten, wel aardig in de buurt van de eerste Fibo-lijn rond de 7,58. En met de swingteller op min 9, ik zal hem ietsje omhoog trekken, kunt het goed zien, werd al de aankondiging gemaakt dat bodemvorming aanstaande was. Dat was gisteren al een beetje het geval. Alleen nogmaals, door allerlei omstandigheden werd een beetje roet in het eten van de bulls gegooid, maar ze lieten zich niet uit het veld slaan en keren keurig terug vanaf de opening in een rechte streep omhoog en aan het eind een kleine adempauze. Dat mag, maar het bevestigt bodemvorming. De indicatoren gaan nog niet mee. Dat kan morgen het geval zijn. Dan gaat de swingteller naar een plus 1 standje. De DBS zal dan ook in een rebound stand springen. RSI zal richting de 50 lijn opkrullen. En dat betekent een groeiende kans dat de bodem inderdaad is gezet. En dat we ons op mogen maken voor een verdere rebound. En u weet, dat is een opleving in de downtrend in de Fibo grid. Dus 7,72. Misschien zelfs door naar de SMA lijn. Die per dag een paar puntjes zakt en nu op 7,88 in het veld ligt. We gaan van dag tot dag bekijken of de bulls zich verder kunnen vermannen. Nu de tweede op een volgende dag is dat prima gelukt. Geen roet meer in het eten, gewoon lekker doorstomen en een significante countertrendbeweging, een significante rebound laten zien. Dat is de opdracht en binnenkort maar eens kijken waar dan voor het eerst weer een top wordt geplaatst. De DAX gaat mee in deze euforie. Dat wil zeggen, ook vanaf redelijk extreme lows rond 15.000 een rebound ingezet. En kreeg ook vandaag een prima vervolg. De indicatoren gaan ook niet mee. Daarvoor zijn de bewegingen te snel. Daarvoor is de volatility te hoog. De indicatoren kunnen dat gewoon eventjes niet bijhouden. Maar met deze voortgang lijkt het er toch naar uit te zien dat ook hier de SMA-lijn opgezocht kan worden. Dan wordt het natuurlijk weer de hamvraag. Gaan de toppen of gaan de bulls door boven de SMA? Dan hebben we een trendbreuk afgewend. Zo niet, en dat geldt ook voor de AEX, een lagere top onder de SMA. Dat is de bevestiging van de trendbreuk. En dus wordt het dan later, misschien komende week, oppassen voor topvorming en toch een vervolg van de downtrend. U ziet, door de hoge volatility gebeurt er van dag tot dag van alles. Gelukkig zijn er de charts die dat keurig weergeven. En per dag gaan we dat netjes voor u duiden. Over kansen aan de koopkant. Vandaag heb ik voor u geselecteerd daarvoor de dagkaart van Ahold. En ik zal uitleggen waarom. Daar zien we een uitstekend offensief steunscenario zich voordoen. En dat komt omdat vandaag met een goede witte candle ook is opgeveerd vanaf de groene steunstreep op 27,69. U zag gisteren al de oranje candle met swing min 9. Dus we hadden al te maken met een relatief overspannen situatie onder in het veld. En dat wordt vandaag deels weggepoetst door die witte candle die geplaatst is. De RSI dreigt met een OS upcross. En dat maakt het interessant, want als dat morgen ook het geval is, morgen een OS upcross met een witte candle, dan zal de DBS-indicator ook van de blauwe kleur verspringen en zal die de bodem bevestigen en daarmee dus een exit short signaal afgeven. En dat mag je vertalen met een wat offensieve rebound kans. Dus hou hem in de gaten. Misschien een klein extra aanloopje nog, maar steunvorming, bodemvorming op 27,69. In deze configuratie ziet het eruit dat dat de opmaat wordt voor een interessante opleving. Die kan aanhouden, ook weer in de Fibo-grid. Dat is het medium wat je moet raadplegen. En dan praten we in het meest gunstigste geval toch over een opleving naar misschien wel weer de 30-zone. Ik wens u een plezierige avond.